allemaal, ik ben Carlijn Smits en vandaag check ik in bij locatie Parallelweg in Den Bosch. Kijk je vandaag met me mee? We zitten met de opleiding op de derde verdieping, dus er zijn een aantal trappen, maar dat is ook gezond voor de kilo's. Aangezien we een best kleine locatie zijn, hebben we geen kantine. Maar er is wel gratis koffie, onbeperkt. Er zijn meerdere chillplekjes op deze locatie waar je lekker in je eentje kan zitten of waar je met andere vrienden kan chillen. En aangezien deze locatie vrij klein is, is het erg gezellig. Nou, tussen de lessen door zijn er kleine pauzes waarin je even kunt ontspannen, maar er zijn ook kleine plekjes ingericht waar je kunt gaan leren. En dat scheelt heel veel tijd in de trein. Er zijn meerdere studieruimtes ingericht, speciaal voor studenten, waar je kunt vergaderen met je projectgroepje over bijvoorbeeld het project. Nou, we zijn nu op de vijfde verdieping aangekomen en er zijn meerdere studielokalen, waaronder computerlokalen zoals je hier ziet, waar computerlessen gegeven kunnen worden. Ook is er een heel groot lokaal ingericht dat in drieën kan worden gesplitst, zodat het door meerdere lesgroepen gebruikt kan worden. Nou, omdat dit een chemische opleiding is, werken we natuurlijk veel op een laboratorium. En om het laboratorium in te kunnen, maak je gewoon gebruik van je OV-chipkaart. Voordat je het laboratorium opgaat, is het belangrijk dat je een labjas aantrekt, maar ook een labbril opzet. Nou, dit is het laboratorium waar ik het net over had. In totaal zijn er twee lokalen waar je te werk kunt gaan, met een tussenlokaal waar je alle materialen kunt vinden die je kunt gebruiken tijdens een experiment. In het laboratorium zijn meerdere zuurgassen te vinden waar je met giftige stoffen te werk gaat. Ook werken wij met verschillende apparaten, zoals met een HPLC. Zoals ik net al zei, zijn er veel trappen, maar er zijn ook twee liften waar je gebruik van kunt maken. En ik zie jullie zo. Nou, dit was de dag alweer. Ik check nu uit van de Parallelweg en ik ga naar huis. Het station zit gewoon naast de school, dus dat is hartstikke fijn en ik hoop jullie gauw weer eens te zien.